Dus dit zijn eigenlijk je roots, toch hier? Dat, voel je dat zo als je hier bent? Ja, dit maakt absoluut zeker deel uit van mijn roots, ja. Ja. En daarom Tilme. Heb je een kunstwerk geschonken? Ja, ja. En waar staat dit beeld dan voor jou? Dit beeld staat enerzijds voor openheid. Openheid voor wat je hier op deze campus zult gaan aantreffen. En anderzijds ook een zekere ingetogenheid, omdat je natuurlijk wel altijd bij jezelf moet blijven in je leven. Ja. Ik bedoel, je moet openstaan voor dingen, maar die kritische zelfblik en de zelfreflectie, dat is denk ik heel erg belangrijk. Heel veel mensen hebben goede herinneringen aan hun studententijd. Veel mensen vinden het de mooiste tijd van hun leven. Maar niet iedereen geeft een beeldcadeau. Ik vind het een voorrecht dat ik hier heb mogen studeren. Dat heb je wel gemerkt. Ik heb hier met heel veel plezier in Tilburg een zevental jaar, 7,5 jaar doorgebracht. Wauw, dat is ook wel lang. Hè? Ja, je moet daar gewoon eerlijk voor uitkomen. Maar ik heb die tijd niet stilgezeten. Dus. En ik vind het een eer. En ik vind het een groot cadeau dat ik hier heb mogen studeren. En dat is dan ook de reden dat ik als kunstliefhebber vond dat ik in Tilburg graag een blijk van waardering wil geven voor datgene wat ik hier heb opgestoken. Ja. En waarom heb je dan voor Tilburg gekozen in plaats van een andere universiteit? Tilburg, dat trok mij toch met name omdat het kleinschalig was. Ik bedoel, je had hier op de rechtenfaculteit, had je destijds 200 studenten. Dan zit je met hele kleine groepen in deze fantastische idee. Dus dat was een hele hechte groep. En het is natuurlijk niet alleen een plaats, een universiteit waar je kennis op doet, maar waar je vooral, ik zou willen zeggen, contacten maakt, verbindingen gaat leggen, vriendschappen sluit, die verder voor het leven zijn. En dat is meer dan alleen studie of een titel die je hier haalt. En dat was, daar werd ook veel nadruk op gelegd. Er waren de betingclubs, er waren vriendenclubs die niet alleen drinken, maar waar je gewoon samen opgroeit, samen dingen onderneemt, samen zeilkampen gaat enzovoort. Dus nee, dus het was breed. Het is niet allemaal kort, god, wat je voor kennis op doet, maar met name ook mensen leren kennen. Hoe ontwikkel je je als mens, als jong mens in de wereld? Ja, precies.